Welkom. We zijn hier aan de Swam. De Swam ligt in Limburg, zeg maar, wat zal het zijn, 15 kilometer ten zuidoosten van Roermond. En ik ben hier in een gebied net over de grens in Duitsland. En hier in dit gebied zijn bevers. En je ziet hier op de achtergrond beversporen. Maar dat is echt wel super vet. De bevers die doen het steeds beter hier in Duitsland, maar ook steeds vaker in Nederland zijn ze te vinden. En die bevers, nou, die leven hier. En we kunnen even kijken naar die sporen hier, hoe dat eruit ziet. Die bevers die kauwen dus boomstammetjes om. En die maken daar echt, zoals je dat weet van de tekenfilm en tv, die maken daar dammetjes van. Nou, hier zijn die dammetjes niet zo goed gelukt. Maar je ziet hier wel, je ziet hier zo'n glijspoor. En dan glijdt die bever zo hier het water weer in. Ja, die bevers die zijn wel schuw. Die komen niet zo snel ergens voor. Maar ja, als ze voorkomen, leven ze in een groep van een familie van een stuk of 5, 6 dieren. En ze maken een burcht. Die burcht moet hier dus ergens in de buurt zijn. Ik heb hem zelf nog niet gezien. En die burcht die heeft een opening in het water. En die opening in het water die is onder het wateroppervlak. Dus die bever moet onder het water, komt hij in zijn burcht terecht. Dus je kan er niet van buitenaf, zeg maar, op het droge kan je niet die burcht in. En daar heeft hij dus een beschutte plek. Een bever kan best groot worden. Het kan wel tot achterin een 30 kilo, dus 35 tot bijna 40 kilo kan hij wel worden. Dus dat is echt wel een flinke hond kan het worden. Zo groot als een flinke hond. Dus ja, het is echt wel cool. Ik heb hem zelf ooit een keer in de Biesbos gezien. Maar dat was heel snel, want ze zijn dus heel schuw. Dus ze zijn gewoon snel weer weg. Maar hier komen ze dus kennelijk, voor. Maar ja, die burcht, die zie ik niet zo snel. Bever is een knaagdier. Het is dus het grootste knaagdier van Nederland in ieder geval. En volgens mij ook wel van Duitsland. En die bever die heeft een grote platte staart. Hij slaat op het water. Ja, als die onraad merkt hè, dat er iets niet in de haak is, dan slaat hij als waarschuwing op het water. En dat zijn die knallen die je hoort. Nee hoor, dat is vuurwerk, want het is bijna oud en nieuw. Die bever die doet het steeds beter in Nederland en dus ook in Duitsland. Omdat we steeds betere natuur hebben. En die natuur wat meer een gang laten gaan. Boomstammetjes mogen omgekauwd worden. En we hebben ecoducten, zodat die dieren niet allemaal doodgereden worden. En dus hebben we dat soort dieren die er mogen zijn. Nou, super vet en ik hoop nog een bever tegen te komen. Ik kijk nou een paar stappen verder en dit zijn echt vette beversporen. Je ziet zo hier dat glibberige paadje. Daar nog een paadje. Wat vet hier. Ja, je moet ze echt zitten. Kijk dan. Hey, stoel bent. Ja, Romke. Dat is een flinke boom. Dat was heel leuk, daar was een bos achter. En lijkt het erop alsof ze hier bepaalde bomen beschermd hebben met een wit goedje. Zo. En degenen die niet beschermd zijn, die zijn aangevroten. Moet je wel flink beest zijn hoor, om dit te kunnen doen. Gisterenochtend is hier dus die bever gespot. Dus ik sta nu op een soort van platform
te wachten tot hij naar boven komt. We staan nog steeds hier op hetzelfde stroompje als waar ik eerder stond. Nu net over de grens terug in Nederland, in het dorpje Zwalme. Maar ja, ik denk toch dat ik de titel van het filmpje moet aanpassen. Dat het Mark ziet. Geen bever moet worden. Dat is wel jammer dus, geen bever. Maar een heel mooi stroompje wel, die zwalm hier. Hier dat plekje dus, waar die dus gezien is. Ja, super vet. Mooi dat ze steeds meer in Nederland voorkomen. Ja, dat is een indicatorsoort voor goede natuur. Ja, bever, het grootste knaagdier van Europa. En, mooi beest. Dat had ik nog gezien. Veel succes.